President Chandrika Prasad Santokhi en vakbonden zijn gisteravond bijeengekomen voor een bespreking over onder andere koopkrachtversterking en loonsonderhandelingen. De regering presenteerde nieuwe voorstellen en benadrukte dat deze maatregelen zorgvuldig moeten worden gemonitord. Santokhi wees op toenemend vertrouwen in de SRD, dalende inflatie en de positieve effecten van sociale programma's zoals Food Baskets en Affordable Housing Programma. De onderhandelingen zullen binnenkort worden afgerond. Tijdens de vierde editie van Operatie Gramati, een civiel-militaire operatie van het Nationaal Leger, werden 1869 personen behandeld in La Vigilancia, Powaka en het Militair Hospitaal. Er was veel vraag naar tandheelkundige zorg, waarbij 695 mensen werden geholpen, vooral bij het trekken van kiezen. Daarnaast ontvingen 224 personen oogheelkundige zorg en werden 950 anderen behandeld voor diverse medische aandoeningen. Zorgverleners uit Suriname en de South Dakota National Guard speelden hierin een belangrijke rol. Minister Krishna Mathura van Defensie ontving op 20 augustus de Grand Cross of the Order of Rio Branco, de hoogste onderscheiding die Brazilië aan buitenlandse autoriteiten toekent. De ceremonie vond plaats in het Instituut Guarayames Rosa in Paramaribo, waarbij de Braziliaanse ambassadeur in Suriname, Rafael Aceredo, Mathura's bijdrage aan de versterking van de bilaterale betrekking tussen beide landen prees, vooral op het gebied van defensie. Minister Mathura benadrukte het succes van de meer dan 40 jaar durende samenwerking tussen Suriname en Brazilië.